Het is alweer 5 jaar geleden dat winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleewijk werd geopend. Afgelopen weekend werd het eerste lustrum gevierd. En dat is een felicitatie waard. Ja, dankjewel. En dat is niet alleen mij natuurlijk, maar ook aan alle winkeliers hier. Die 5 jaar geleden de stap namen om hier met z'n allen naartoe te gaan. En ja, meer feestjes dit konden we vandaag niet van maken, denk ik. We hebben geprobeerd een mooi programma neer te zetten. Drukte is er de hele dag geweest en ja, dit weer beter kun je niet hebben natuurlijk. Hoe kijk je terug op de eerste 5 jaar van dit winkelcentrum? Daar kan ik alleen maar positief op zijn. Het was natuurlijk toen daadwerkelijk gebouwd werd niet de meest florisante tijd om een winkel te hebben of wat dan ook. Maar ik denk iedereen heeft de stap durven nemen. Ik kijk naar mezelf, kijk naar veel van mijn collega-ondernemers. Ja, ik kan alleen maar trots zijn op wat we hebben gedaan. En kijk heel positief terug, absoluut. En als je nou naar de toekomst kijkt, wat zijn dan de wensen die de winkeliers nog hebben hier in Sleewijk? Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig om naar de toekomst te kijken. Ik denk dat we, je hebt in de afgelopen jaren al gezien dat er nog mooie nieuwe formules bij zijn gekomen. Nieuwe collega's hebben bijgekregen in het winkelcentrum. En dat is top, want laten we eerlijk zijn, toen we begonnen hadden we nog wat lege ruimtes hier en daar. Bijna alles is gevuld. Voor mij hebben we op dit moment nog 1 pand ruimte, dus er mag er zeker nog een collega winkelier bij komen. Die gewoon een aanvulling op de rest zal zijn. En waar denk je dan aan? Ja, dat is heel erg lastig. Ik ben zelf ondernemer en om een winkel te starten heb je een ondernemer nodig die weet wat hij kan verkopen. En die kan moeilijk voor een andere ondernemer spreken. Als je nu deze dag nog eventjes in oogschouw neemt, wat waren de hoogtepunten voor jou? Hoogtepunten? Ja, natuurlijk het enthousiaste publiek. Dat is waar je het voor doet. Het is best wel een klus om zoiets neer te zetten. Het is best wel een investering, laten we eerlijk zijn. Met elkaar hebben we toch dit gewoon moeten bekostigen. Maar daar heeft ook niemand gewoon moeilijk gedaan. Niemand heeft bezuinigd volgens mij. We hadden vandaag kraak de kluis. Dat vond ik echt een knaller. Daar zijn meer dan 100 prijzen uitgegaan. En ja, dat waren prijzen variërend van 10 euro tot ruim over de 100 euro bij wijze van spreken. Daar was de ding gewoon een fantastisch onderdeel. Dus ook een beloning dat voor de mensen die jullie elke dag opzoeken? Nou, dat is het wel. Je bent de tijd bezig om het programma te verzinnen en daar de mooie expert bij te zoeken. Maar dan daadwerkelijk mensen hier naartoe halen. Dat de beloning is dat er zoveel mensen waren vandaag. Absoluut. Hele mooie dag. Kan niet anders zeggen, ja.